de smokes aan. Hier zie je het ook. Alex D, die flankt de Knight. En Smoya met de Tech 9. Een Rack 9 blijkbaar. Want kijk eens naar dit triple kill van Smoya. Oh, knife, knife, knife. Let's go, Crims. Timing? Jawel. Searson, die gaat neer. Komt. Oh, Crims, wat een opening. Kito, die wel met een double, een triple. Maar Alex misschien met een sicker one-taps. Jawel, een double, misschien een triple. Oh, Alex zijn timing hier is wel af, maar dan is er Tapsen. En kijk eens aan, hij kan compenseren. 15-3 dus, Fnatic één ronde verwijderd. En Crims, hij maakt het begin. Tapsen gaat neer en oh, Crims kan doorzetten. Double kill. Nu de battle met Brolin. Gaat hem dit lukken? Maar Searson, nee. Hij pakt het niet. Brolin pakt de frag. En de eerste map, die gaat naar Fnatic. En zo worden de spelers van Peek redelijk vlug met elkaar geveegd. Oh, maar Kito, jij met al wat sicker 1DX. Deze smokes kunnen perfect zijn om rond te spelen. Case in point. Een mooie, mooie double kill voor hem. En het is dus de B-side die ze verkiezen. Daar staat Kito paraat. En Tizzy ook evenzeer een triple. Prachtig gedaan. Oh, Alex. Oh, deze spray transfer, beautiful. En Brolin met de nade neergehaald. Oh, oh ja. Dit trouwens, heel wilde tactiek. Gewoon allemaal doorpushen die handel. Crims met een triple. Dit is perfect gedaan. Oh, en nu helemaal. Searson is de positie weggegeven. Ze weten dat hij een AWP heeft. En de peak, de no-scope is lukt niet met de knife. Nee, oh, Fnatic, de BM. Gaat wel heel agressief. Verwacht dit, maar de line-up, oh nee, ze staan naast elkaar. Pushen. Vind ik zonde, want hij kan de frags toch pakken. Case in point. Maar Brolin die stikt de defuse. Is Tizzy op tijd? Heeft het niet gehoord? En de timing net wel. En nog meer? Nee. Brolin, alsjeblieft. Alsjeblieft, Brolin. Denk even aan uw medemens. Gaat ze nog even een knuffel geven voordat ze de site komen, denk ik. En 3, 2, 1. Oh nee. En daar gaan ze allemaal neer. Maar Messi, 1, 2 en niet 3. En Smoya die blijft het afhouden, ziet de arm van Tapsen. De 2v2. En Smoya, hij gaat door. Alleen maar Gate blijft over, de nieuwe hire van Big. Hij blijft erbij. En op dit moment is het Gate 1v2. Gaat hem dit lukken? Maar nee, Crims pakt de frag, Gate gaat neer. De defuse komt erdoor en Fnatic pakt daarmee de ronde. Zij zijn de winnaars van natuurlijk niets anders dan DreamHack Open November. Fantastisch gedaan